Mijn broer Klaas Willem die zat in dat vliegtuig. Hij was op weg naar huis. Hij woonde toen in Brunei op Borneo. En ja, hij kan niet meer vechten voor zijn recht. Net als die 297 anderen ook niet. Dus iemand moet dat doen. Ik ben lid van de werkgroep Waarheidsvinding MS17. En wij zetten ons in om uiteindelijk gerechtigheid te krijgen voor die mensen die in het vliegtuig zaten. Die kunnen dat zelf niet meer. Dit is een foto die we de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben in het torentje. We hebben de afgelopen jaren ongeveer 2 keer per jaar een gesprek met de premier, een aantal ministers. Aanvankelijk ging het vooral over hoe nabestaanden, met wat voor problemen ze zaten, hoe ze zich voelden enzovoort. Daar zaten wel emotionele momenten bij ook. Er is wel eens een traantje weggepinkt, ook door de premier. En gaandeweg is het wel wat zakelijker geworden. Wat wij van hem meemaken is dat hij serieus is, dat hij betrokken is, dat hij zaken goed voorbereidt, maar dat hij ook wel makkelijk in de omgang is. Hij komt altijd druk binnen met een map onder zijn arm enzovoort. En dan zit hij, hey, hallo. En dan merk je dat hij ons wel herkent. Hè. We zien elkaar al een aantal jaren. Het is niet iemand die zichzelf op een platform plaatst. Het is een lange man, hij is groter dan ik, dus ik kijk sowieso tegen hem op. Maar hij is wel iemand die gewoon op jouw niveau met jou wil communiceren. Maar je merkt dat, dat de premier Mark Rutte wel heel veel belang hecht aan het onderwerp. Er is een rechtszaak van Nederland tegen Rusland gestart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat had niet per se hoeven, maar op die manier laat de staat en dus uiteindelijk de premier wel zien hoe belangrijk dat is. En u denkt dat Rutte daar een belangrijke rol bij heeft gehad? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als dat niet belangrijk gevonden wordt, dan wordt daar niet zoveel tijd en moeite in gestoken om dat soort zaken te beginnen. Wat van belang blijft, of wat voor ons wel belangrijk is, is dat we in elk geval weten dat hij deels voelt wat wij voelen, ondanks dat hij altijd zegt dat hij dat nooit zou kunnen. Maar daar wel zijn best voor doet. U heeft het idee dat hij die verantwoordelijkheid voelt? Wij hebben sterk het gevoel dat Mark Rutte de verantwoordelijkheid die hij toen had voor die 200 Nederlanders nog steeds voelt in de richting van de mensen die mensen nu vertegenwoordigen.